Gezakt of geslaagd? Ja, veel leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen vandaag de uitslag van het examen. Goedemiddag Lara, met mevrouw Schipper. Hoe is het met de zenuwen? Ja, wel goed hoor. Gaat wel goed? Ja. Ik kan je vertellen dat je geslaagd bent. Woede over sluiting zwembad Plons in Vries. Brilletje op voor de zonsverduistering. En het weer vandaag met Robert. Ja, het holt ook maar niet op, hè, met die zonnige dag. Of toch wel. Zo geliks, naar het nijs, het weer. Goedenavond. Een spannende dag voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Want vandaag horen ze of ze zijn geslaagd. En bij scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen, locatie Salland, is verslaggever Petra Wijnsema. Nou Petra, hoe verliep het vandaag met het doorgeven van de uitslag? Ja, hier op de locatie Salland bellen ze alle leerlingen of ze nou gezakt zijn of geslaagd. Nou, dat ging vandaag om bijna 100 telefoontjes. Laten we even kijken hoe dat ging. Hallo. Goedemiddag Lara, met mevrouw Schipper. Hoe is het met de zenuwen? Ja, wel goed hoor. Gaat wel goed? Ja. Ik kan je vertellen dat je geslaagd bent. Nou, dus van harte gefeliciteerd. Een hele mooie eindlijst. Dat zijn de leuke telefoontjes, ja, hè? Ja, heerlijk. Enthousiaste leerling en ja, dat ze dan zo goed heeft gescoord ook nog op de eindexamens. En ik had ze van een geschiedenis van 7 naar een 8, doordat ze gewoon een 8 gemiddeld scoort op het eindexamen. Dus ja, dat is heerlijk. Dat, ja, daar doen we het voor. Meestal worden toch eerst de telefoontjes gepleegd van de leerlingen die gezakt zijn? Ja, alleen heb ik in mijn mentorklas 25 stuks dit jaar geen leerlingen die gezakt zijn. Dus we kunnen direct beginnen met de leuke telefoontjes en ja, vertellen dat ze geslaagd zijn. Dus helemaal geen vervelende telefoontjes dit jaar? Dit jaar niet, nee. Want dat lijkt me wel moeilijk. Ja, er zijn soms ook leerlingen die zijn gewoon definitief gezakt. Ja, en als je dat moet vertellen, dan dat ze hier volgend jaar gewoon weer zitten. Ja, dat komt dan wel extra hard aan voor ze. Ja. Nou, daar waren de uitslagen gunstig dus. Het is een bijzondere situatie, Petra, vanwege corona natuurlijk. Vorig jaar was het slagingspercentage 100%. Ja, hoe gaat dat dit jaar uitpakken? Nou, die vraag leggen we even voor aan Leon de Priester. Hij is docent geschiedenis en maatschappijleer. Nou, hoe is het slagingspercentage? Ja, mooier kan eigenlijk niet. We zijn ontzettend blij. We kunnen nog niet spreken over alle leerlingen die geslaagd zijn. Want er zijn nog leerlingen die gaan op voor een tweede kans of voor herkansingen. En dat heeft te maken dus met dat de leerlingen het mochten spreiden. Maar verder is iedereen geslaagd tot nu toe. Dus een geweldig resultaat. Maar niet iedereen heeft vandaag helaas niet de uitslag gehad, hè? Nee, dat is heel vervelend. Dat is heel sneu ook voor de basis- en kaderleerlingen van het VMBO. Dat geldt landelijk. Die krijgen pas de 16e juli of juni de uitslag. En dat heeft te maken dan dat ze vele varianten hebben bij het digitale examen. En daar moet de norm nog van bepaald worden. En het is nu VMBO T en MAVO, HAVO, VMBO Gymnasium, die hebben de uitslag. Ja, en als we even kijken naar de norm, is die ook een beetje opgekrikt om ze te laten slagen? Als wij het zo bekijken, denken we, ja, dit komt ons niet slecht uit. Alleen de norm wordt bepaald door het landelijke uitslagen. Dus wat dat betreft hebben onze leerlingen bovenmatig gepresteerd. Daar zijn we erg blij mee natuurlijk. Ik denk dat het toch wel een moeilijk jaar was voor de vele leerlingen in het land dit jaar. Maar het is ook wel iets makkelijker gemaakt om te slagen. Het is een stuk makkelijker gemaakt. Ze kunnen dus spreiden van een examen. En tegelijkertijd hebben ze ook de mogelijkheid om een vinger te leggen op één cijfer wat niet zo aangenaam eruit ziet. Dus ze hebben één vakje dan minder. En wat gaat er hier vanavond gebeuren? Want de gele loper ligt uit. Ja, we hebben allerlei soorten lopers. De gele loper en de rode. De loper die we hier hebben, die is eigenlijk de toegang tot zeg maar de cijferlijst die ze straks ophalen in een heel feestelijke entourage. We zetten dan knetterharde muziek op. Helaas zonder de ouders in de begeleiding. Maar ik denk wel dat ze ernaar uitzien om elkaar weer te zien. Na een paar weken wachten en vervolgens krijgen ze van alles. Uiteraard de cijferlijst mee. Maar ook de Vincent van Gogh vlag. Een kleinigheid. Nog wat administratieve zaken die niet zo interessant zijn. En de diplomering gaat ook anders dit jaar, hè? Ja, we hadden vorig jaar al een andere diplomering. Dat moest toen. Toen hadden we hier twee grote tenten staan voor een drive-through. Dat was back to the future. En dan hopelijk naar een coronaproeve toekomst. Dit jaar wilden we toch wat anders. En nu hebben we een walk-through. En eigenlijk zien we dat als, als een soort compensatie
voor wat ze allemaal dit jaar gemist hebben. Ik noem maar even iets, de TT gaat ook weer zonder veel deelneming van onze leerlingen van start. Er gaat wel van start, maar ja, ze kunnen niet dat gedruis in. En daar proberen wij in te compenseren met iets wat nog een verrassing moet blijven. Maar leuk wordt het wel in ieder geval. Ja, nou zover is het nog niet, want dat is 6 juli die diplomering. Eerst gaan ze dus vanavond de cijferlijst tekenen. En ik neem aan dat ze thuis ook een feestje zullen vieren. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Petra, dank je wel. Ja, woede en onbegrip dan over het sluiten van zwembad Plons in Vries. In het bad van de Koninklijke Visio zwemmen lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen. Maar de directie heeft nu besloten het zwembad te sluiten. Prachtig zo'n lach. Als iemand weet hoe belangrijk het zwembad is voor de bewoners van Visio de Brink, dan is het Herbert Dijkstra. Zijn neefje Max zwemt er 2 keer per week. Hij kan heel moeilijk lopen. Lopen doet ook pijn, dat zie je aan hem. En dan gaat hij het zwembad in. En dan wordt het een ander jongetje. Hij begint te lachen, hij kan goed zwemmen, hij draait pirouetjes. Is totaal gelukkig. Maar dat kan hier binnenkort niet meer. Volgens de directie is het gebouw te oud en niet meer te onderhouden. Er moet zoveel aan gerenoveerd worden en geïnvesteerd worden. En er is geen, in de nieuwe financiering is geen ruimte om dit soort gebouwen, dat noemen ze speciale gebouwen, om die in stand te houden. Dus dat moet je uit je eigen spaarpot doen. En die hebben we niet. Dat is toch bizar. Wat in de jaren 70, 80 en 90 allemaal wel kon. Toen hadden ze het goed voor elkaar. En vonden ze dat ook belangrijk. Dat zou in 2021 niet meer kunnen. We landen op de maan. We sturen Marslanders naar Mars. Maar een zwembad zouden we niet kunnen exploiteren. Terwijl dat zo hard nodig is. Ik vind dat te bizar voor woorden. Met deze video zamelen ambassadeurs 6 jaar geleden geld in, samen met alle inwoners van Vries. Ook toen was het zwembad toe aan een flinke opknapbeurt. Er werd 8 ton binnengehaald, maar nu gaat het dus alsnog mis. Visio noemt zich koninklijk, koninklijke Visio. Dat predicaat van koninklijk, dat verdienen ze niet. Als dit de uitkomst is binnen 5 jaar nadat er 8 ton op de plank is gekomen, ja, dan doen ze toch iets fout. Volgens de directie is destijds al het geld in de verbouwing gestoken. Een nieuwe actie om geld op te halen heeft volgens Berkelmans geen zin. Dat kan, maar dan hadden we hetzelfde probleem gehad. Dan geef je een tijdelijke injectie, maar dan moet je de gemeenschap blijven vragen. Maar dan had u misschien kunnen nadenken over een lange termijn visie van hoe gaan we dit duurzaam houden? Nee, want het zwembad is uit 1974, dus je weet op een gegeven moment is het zwembad ook dermate oud dat het afgeschreven is, het gebouw is afgeschreven. En wat ik mis is passie en creativiteit. Het is natuurlijk heel simpel om je te verschuilen achter een adviesbureau dat getallen aanlevert en zegt dat het allemaal niet haalbaar is. Ja, zo kan ik natuurlijk ook directeurtje spelen. Je moet niet kijken wat niet kan, je moet kijken hoe je het wel voor elkaar gaat krijgen. Koninklijke Visio is druk bezig met alternatieven voor de bewoners. Ze hebben tot 1 oktober, dan gaat hier definitief de stopper uit. De verdachte van de moord op Ralf Meinema uit Klazinaveen blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. Verdachte Hans O. uit Emmen werd vorig jaar voor de 2e keer opgepakt in deze zaak. Zijn DNA is gevonden op kleding van de 31-jarige Meinema, die 4 jaar geleden dood werd gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die hing op de rand van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. De verdachte ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Zijn advocaat mag van de rechter extra onderzoek laten doen. Sinds 2015 hebben we het niet meer zien gebeuren. Een zonsverduistering. En daarom waren alle ogen op de zon gericht vandaag. En waar kan je dat beter doen dan bij de radiotelescoop in Dwingelo? I am excited because it's always like amazing to see things with your own eyes. Al vanaf het begin van deze week werken stichting Kamras en Astron hard aan de voorbereidingen voor de zonsverduistering. En toen we vorige week gingen proefdraaien, toen deed hij het niet meer. En nou ja, we zijn dinsdag in allerijl met z'n allen naar boven geklommen en er was wat mis. Blijkt dat er een kroonsteentje verroest was. En daardoor deed hij het even niet. Nee, dat was heel snel gevonden gelukkig door de technische ploeg. En die hebben een kroonsteentje vervangen en hij doet het weer. In de telescoop worden metingen gedaan. Nou, we hebben een ander soort signaal gemeten dan je met je ogen kan zien. Maar we hebben gemeten hoeveel totale radiostraling van de zon kwam. En toen de maan eventjes voor de zon langschoof, toen ging de totale straling van de zon een beetje dippen. En dat hebben we gemeten. Dus ook wel wat opluchting vandaag? Ja, hartstikke. En dat het signaal zo goed is gelukt is ook hartstikke mooi, want dit hadden we nog nooit eerder gedaan. Al kon je de zonsverduistering ook op een hele andere manier bekijken. Astron en Kamras deelden brilletjes uit aan voorbijgangers. Dat is mooi. Dank je wel.
Super. Usually we use a lot of instruments, and we are radio astronomers here at Astron. So we look with radio telescopes of the sun. But we can also look it with our eyes. And if you look it with our own eyes, you need some protection, some filters. So you can use some of these simple glasses to protect your eyes, and you can see that a part of the sun is missing. And this is due to the fact that the moon is between the sun and us here on Earth, and it's covering a little bit. Harmjon Stiepel kocht een sterrenkijker bij de Kringloop en bouwde zijn eigen telescoop, waarvan hij de resultaten aan voorbijgangers demonstreerde. Dit is hartstikke leuk en het puur alleen maar bedoeld om mensen te laten zien. Daar doe je het voor. Kijk, als ik mijn vinger er even voor doe, dan zie je daar, als ik niet te dichtbij kom, want anders verbrand ik mijn vingers. Kijk, daar zit de maan, zie je, op mijn vinger. Zie je? Schaduw van de maan. En daar wordt het dus groot geprojecteerd op een stuk karton. En daarin kunnen we duidelijk zien dat er een hapje ontbreekt. En behoorlijk kun je dat goed zien. It's special because, for example, to see another of these eclipses, we need to wait 5 or 6 years again. So they're not so often. They happen not so often. Ja, bijzonder om te zien. In het QB and the Blizzards Museum in Grollo is een speciale expositie geopend over Harry Musquet. De Drentse blueszanger zou vandaag, 10 juni, 80 jaar zijn geworden. En daarom heeft het museum dit jaar extra aandacht voor QB. Ja, dank u wel. Een eigen pad en een gloednieuwe tentoonstelling in het QB and the Blizzards Museum. Op zijn 80ste verjaardag wordt Harry Musquet flink in het zonnetje gezet. Vrienden, kennissen en oudgedienden uit de muziekwereld haalden herinneringen op aan QB. Harry was geen opschepper. Eigenlijk had ik een grotere bek dan Harry. Maar hij kon prachtig, ik vond hem mooi, maar een hoop mensen niet. Hij kon machtig mooi eigenwijs zijn. En als hij een bokkenpruik op had, dan waardoe moord. Het museum heeft de coronasluiting gebruikt voor het inrichten van een grote tentoonstelling over Musquets leven. Met daarin ook een hoop nieuwe stukken. Ja, dit is Harry's Circle of Life, hebben we het genoemd. Eigenlijk het verhaal van Harry's geboorte tot aan zijn graf. Bijna letterlijk. Het bordje wat op zijn graf stond, staat ook hier in een vitrine. Ja, en zijn leven stopte dan in september. Maar daarvoor had hij nog één optreden. En ook dat hebben we uitgebeeld. Het optreden van 11 juni 2011. Hebben we heel beeldend gemaakt door de complete backline eigenlijk van het concert van toen hier op te stellen op de zolder van het museum. Met de originele instrumenten en met de originele achterwand van het concert. In een museum over muziek kun je niet om audio heen, maar koptelefoons die iedereen gebruikt zijn niet echt coronaproof. Daar heeft het museum een oplossing voor bedacht. Ja, mensen komen binnen, worden vriendelijk welkom geheet en krijgen dit omgehangen. De zogenaamde podcaster is een klein luidsprekertje. Het lijkt op een mobiel telefoontje en dat richt je op een punt op de wand. Bij een foto, bij een voorwerp waar je iets meer over wilt weten. En dan gaat Harry jou daarover vertellen. En zo kun je eigenlijk je weg door het museum vinden langs allerhande onderwerpen. Ook al een trots van het museum, de collectie muziekinstrumenten. Ja, muziekinstrumenten zijn mooi als je er gewoon naar kijkt, maar je wilt ze ook horen. Dus ook weer dankzij dit apparaatje ga je weer naar zo'n identifier toe. En dan hoor je in dit geval ja, de prachtige solo uit Window of My Eyes. Ja, vanavond kunt u op deze zender nog kijken naar De Legende. Deze documentaire uit 1985 gaat over het leven van Harry Musquet. Ja, dan reup ik dus net dat wij alleen nog maar zonnige dagen hadden in de maal vandaag. Maar dat valt vandaag een beetje tegen, want we hebben te maken met een zonsverduistering. De maan hangt ervoor, de missen hebben goed. En daarom heb ik deze rare bril op, want dan kun je het zien. Dus we hebben vandaag een beetje minder zonlicht als dat eigenlijk zou moeten wezen. Het was er wel net zo warm om trouwens. Ik doe de bril even af en dan zie ik helemaal niks. Nou is het dus vandaag overdag warm en die warmte die blijft voornamelijk flink hangen. Pas vannacht koelde af van een graad of 13 met in de ochtend kans op mistbank. Morgen wat een beetje ander weer, dan neemt de bewolking wat toe in de ochtend. Er is ook nog wel wat zon bij. Gedurende de dag wordt de bewolking meer, licht kans op een klein buigje. En heel koud wordt het niet met een graad of 24. Dan kijken we nog even vooruit. Zaterdag heeft de bewolking de overhand en met 19 graden koelt het wel ietsje af. Maar nogal wel een aangename temperatuur. Zondag legt Drenthe in de kern van een hoge drukgebied. En daardoor volop zon, graad of 21. En ook na het weekend dan holden we dat zomerse weer. Pas in de avond met een
Licht zeebriesje koelde de zee af. Tjo, tot morgen. En tot zover Drenthe Nu. Blijf ons nieuws ook vanavond volgen via onze app en rtvdrenthe.nl. En daar leest u onder meer over fouten die zijn gemaakt bij het kappen van bomen in Nooit Gedacht. Bij Rolde is dat. Ik wens u een fijne avond en natuurlijk ook graag tot morgen.